Deze week reizen we van zeeniveau Iquique, een prachtige stad, naar heel hoog in de bergen, naar het hoogste meer ter wereld in Poetro. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen en kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat er is hier gewoon. Ik ga er niet eraf! Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor. Amsterdam, buiten de sokken. Hier wordt de schoenen gemaakt en wij zijn dus ook een stad waar ze naartoe verschepen. Ja, hebben ook de kunstmest gingen ook naar de Rotterdamse haven. Ja. En wij waren de belangrijkste haven waarvan het kunstmest weer doorging Europa in. Het is wel grappig, want de kunstmest ging echt over de hele wereld. Een winkel, hè? Ze hebben gewoon een oude winkel daar gebouwd in is. Mm-hmm. Een supermarkt, een slagerij. Daar heb je nog een fruitmarkt. Hier is het nog een bakkerij. Het is gewoon echt zoals het vroeger was. Kijk jongens, het is 8:30. De zon is er net opgekomen. Wij rijden, dit is voor allemaal wolken die je hieronder ziet. En wij, dit is onze weg die wij gaan volgen, hier. Ze rijden daar gewoon de wolk in, het lijkt of je de zee in rijdt. En hier, daar zijn we dan. Hier rijden we dus gewoon langzaam. Hebben jullie het naar zin bij het vuurtje? Ja! Un poquito caliente. Lekker! Ja? Heeft papa hem weer te hoog opgestookt? Nee hoor. Een poquito. Hey, en hebben we een mooie sterrenhemel, jongens? Aha. Ja, we zijn de eerste nacht richting de Andes gereden. We zitten nu ongeveer op 1 kilometer hoogte. Maar weg bij de kust zorgt wel voor hele mooie sterrenhemels. Ik weet niet hoe ik moet filmen. We gaan het nog uitzoeken of dat ook lukt. Maar het vuurtje 's avonds bij de camper is wel een reuze gezellig. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. We zijn bij de Tamaalbaden. Die liggen op 3900 meter hoogte, vlakbij Peipoeteren. Dus het is eigenlijk het puntje tussen Chili, Peru
En Bolivia. We zitten echt wel heel erg hoog, echt in de Andes. En ja, het ziet er gewoon prachtig uit. Ik ga die meenemen. Het is echt schitterend om te zien. Hier midden tussen de bergen liggen gewoon een zwembad. En ik heb gehoord dat het 45 graden is. Dus het wordt lekker warm. Kijk, daar liggen ze. Echt geweldig. Zo, het zwembadje. En dan heb je hier beneden heb je nog natuurlijke hot springs. Daar is een soort modderbaden. Dus ik heb er zin in. En die omgeving, nou, dat is natuurlijk echt wel spectaculair. Dat is echt, ja, als je dit uitzicht hebt vanuit je warm waterbad, dan mag je niet klagen. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen. We rijden terug van de thermas. Op 4100 meter zijn we. Dus we dalen nu langzaam af. En we nemen jullie weer heel even mee in de wijdheid en de mooiheid van het landschap. Het is echt mega. Kijk, zo hoog weg. Nou, daar heb je nog een vulkaan. Echt prachtig. Je zit hier eigenlijk op het hoekje Bolivia, Peru, Chili. Eigenlijk op dat drie landenpunt, daar zitten we eigenlijk. En we gaan, zoals je kunt zien, naar het dorpje daar beneden. Daar moet in ieder geval onze TomTom ons naartoe om leiden. En dat doet hij eigenlijk altijd keurig. Ja, dus wij zijn heel blij en heel gelukkig in deze omgeving. We zitten in Poetre. We blijven daar even twee nachten extra slapen. De kinderen hebben wat last gehad van hoogteziekte. Ik ben echt ziek geweest, maar al stop hiervoor. Maar ook de honden hebben vannacht flink overgegeven. Dus we moeten gewoon even iets afdalen en wennen aan de hoogte. Nou, hier in Poetre is wel prachtig, een heel klein dorpje. Je zit midden tussen de bergen. En de grap is als je dan in zo'n dorpje weer hetzelfde doet als je overal doet. Je gaat gewoon weer de speeltuintje zelf. Je wandelt met de beesten, je speelt, je hebt heel veel plezier. En geniet vooral van het lekker buiten zijn. Wat ben je aan het doen, Ines? Ik ben zo vaak dat ik zo ben. Ligt hier een irrigatiesysteem in, schat? En soms heb je hele diepe stukjes, zoals hier. En dan gaat hij weer. Dan gaat hij weer omhoog. Prachtig, heerlijk. Ja, toch. Kijk, kuddes vol lama's. Zie je ze rennen? Waanzinnig toch? Het is ook vroeg. 8:30 ongeveer, nou niet eens. 7:50. Kijk met me mee waar we zijn. Ah, man, wat is de wereld mooi. Fantastisch. Wat ook zo mooi is, het is zo ongelooflijk stil. Ongeveer 4700 meter. Oh, fantastisch. Mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben. Ik weet niet of je me kunt horen. Maar ik ben gehaald. We zijn nog ruim 4700 meter in de grote speer. Je hoort hem ademhaling. Het is zo ontzettend gaaf het hier is. We zitten hier nu gewoon in de auto. We zitten op hoogte. Ik zal even een overview geven. Kijk. Jeroen is aan het rijden. Maar het is hier zo ontzettend mooi. Ongelooflijk, het is vlak bij de grens van Bolivia. Wat een prachtige natuur. Ja, ultieme test. Nee, dat kan niet. We zitten 4500 meter hoogte. Nee. Het is
situatie. Het is echt koud. We gaan echt met enorme temperatuurverschillen hebben te maken. Maar hier kun je blijven over ijs lopen. Vind je het mooi? Ja. Ja, hè? Echt wel indrukwekkend hoe de natuur er hier uitziet. Zie je daar achter die vulkanen in is? Mm-hmm. Echt een rivier hier. Allemaal rivieren daar beneden. Echt, echt prachtig. Wat een uitzicht. Volgende week zijn we in San Pedro de Atacama, een van de highlights van Chili. Ik ben heel benieuwd hoe het daaruit ziet.